Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering hebben we dit hele stukje geunlocked en nu kunnen we hier naar boven. Alleen zijn onze jumps veel moeilijker omdat we nu die orb niet meer vast hebben en dan is hij nogal... Zijn de dingen nogal heftig. Ik moet eigenlijk daar naar boven zien te komen, maar daar schijnen helemaal geen teleportjes meer te zijn. Auw, kut. Even kijken, waar zouden we dan heen moeten? Je zou te zeggen hier naar beneden, maar volgens mij kunnen we daar nog niks beneden. Oké, de soldering is ready, dat is wel handig. Ik denk dat we daar die bom moeten gebruiken zometeen. Op dat platform. Kijk, op dit platform denk ik dat we die bom moeten gebruiken. Niet? Dan heb ik geen idee hoe we hier verder moeten. Daar moeten we uiteindelijk heen. Life cell, energy cell, spirit light container, ja, dat is lastiger. Soul link stone, map stone. Volgens mij kan je niet fast travel, of wel? Zo, bijna denk ik dat je daar toch heen moet. Dat is wel irritant, moet ik heel eerlijk zeggen. Want dan moet je best wel ver fast travelen. Of fair travelen, niet fast travelen. Kom maar fast travelen. Dat zou ideaal zijn. Kut. Oké. Au. Oeh, zagen jullie dat? Die container. Wacht, waar vielen we nou naar beneden? Daar. Dat is nog wel een interessant stukje. Ja, dat is nog een interessant stukje om naartoe te gaan. Oh, fuck, 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 fuck. Die ging bijna fout ook.
Kijk, een ability cell, dat is heel ziek. Ja, daar was ik al stiekem een beetje bang voor. Ik leef nog. Soort van. Kut. Dat is zo kut aan die gym. Nu moet ik de kut ability cel weer opnieuw pakken. Oké. Okay. Kut. Waarom is het zo moeilijk? Ik vind het zo fucking irritant. Het is niet per... Nou, de game zelf is niet moeilijk, alleen de besturing is zo kut. Die springt overal zo snel overheen. Echt jongen, wat is er aan de hand? Ik durf gewoon niet te springen omdat ik bang ben dat ik er overheen ga. Ging weer bijna. Even kijken, waar moeten we? We moeten eigenlijk naar linksboven. Gaan we weer. Wat een onzin zeg. Ik moet het hele kutstuk weer opnieuw doen. Even kijken. Ja, nee, ik moet het echt op deze manier doen. Toen ging ik bijna fout. Oké. Okay. Kan ik hier niet doorheen? Nee, hè? Moet je dat? Oké. Okay. Dit is positief.
Kijk, we zijn er overheen, oké. Okay. Daar kunnen we nog niet komen, denk ik, maar we kunnen wel verder naar rechts. Want ik denk dat dat uiteindelijk de bedoeling is. Oh, er moet nog wat anders gebeuren. Oh, ik snap de game niet. Ja, er zijn nog wel meer plekken waar ik nog niet geweest ben, zeg maar. Dus daar zal vast dingen te doen zijn. We gaan het maar gewoon proberen. Ja, dat zat er wel in, maar dat is niet zo erg. Dan komen we hier. Laten we daarboven eens gaan kijken. Dat is hierboven, maar hier kan ik niet naar boven. Ik zie daar geen andere manier voor om boven te komen. Op dit moment. Waar zijn we nog meer niet geweest? Hier helemaal hierbovenin. Maar ja, ik zou niet weten hoe ik daar kom. En dat helemaal, dat stukje, daar kunnen we ook nog wel even doen. Auw. Hier kunnen we daarheen. Oh, die zijn kut. Zullen we hier even 7? Laten we dat doen. Hier ook geen idee hoe ik hier naar boven kan komen. Rennen! Hierboven is een heel groot dungeon, maar hoe kom ik hierboven? Dat is weer hetzelfde probleem. Ik heb geen idee hoe ik hier allemaal boven kan komen. Ik ben daar beneden geweest, daar was ook niks. Daar rechts is ook niks. Daarboven zou nog kunnen. Hoe kom ik daar? Oh, we kunnen rechts langs. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Ja. Daar kan ik niet komen. Daar zit weer iets. Oké. Okay. Dit stukje is semi-nieuw voor mij.
Maar ik kan hierboven niet langs. Nee, dus dan moet ik onderlangs. Au. Okay. Oké. We hebben weer een nieuw stukje in lock. Dat is fijn. Een lokje met spirit. Met spirit links. Dus dat had ik eventueel verder gekund, bedenk ik me nu. Nou ja. Durf ik dat aan te raken? Dat is de grote vraag. Dat durf ik aan te raken, oké. Dat moet met zijn boost. Die heb ik op dit moment niet. Mijn wasmachine is klaar, nice. Kijk, nu heb ik wel zo'n spirit ding. Ik zie wat de bedoeling is. Boom! Dat is de bedoeling. Alleen heb ik hier nu geen ding voor. Dat is wel balen. Oké. Kut, dat was niet de bedoeling. Nee. Fuck. Hey, fucky tippy. Krijg ik dat nou terug? Oh, deze kut bitch is weer. Deze overleef ik niet. Nee. Wow. Huh? Hoe ben ik nou dood? Ik weet het niet. Weer terug? Nee, die is nog niet terug. Lopen we even hier naartoe en dan is hij als voets wel terug. Ja. Kut, ik ga dood. Kijk, nu heb ik dat terug. En nu kan ik mooi dit doen. Wacht, hoe doe ik dat? Ah, weer de verkeerde knop, hè? Dat is zo verneukeratief. Oké, nu kan ik hier mooi zeven. Ho. Weet hoe dat werkt,
Maar willen we dat? Dat is even de grote vraag. Ho. Hier moet je dus vier... even kijken, want heb ik dat met die ook gedaan? Ja, dan moet je ook vier keer een energy. Volgens mij moet je dan gewoon vier energies gestoord hebben, denk ik. Dus de grote vraag is, willen we onderlangs of willen we hier naar rechts? Dat is de grote vraag eigenlijk. Ik denk, we kunnen kijken of we eerst naar rechts kunnen gaan. Nee, weer de verkeerde knop. Oh. Dat is zo kut. Oh, je kan hier gewoon gratuit naar beneden. Laat ik dat dan wel maar even doen. Oh. Nee, het is wel belangrijk dat hij er is. Oké. Okay. Kan de energy door niet openen, want ik heb geen spirit. Oh, maar die kan ik hier halen. Zie ik. Oh, up. Kijk, nu is de soul link ready en ik heb daar nog een soul link over. Dus ik kan het allebei doen. Laat ik hier eerst de soling doen en dan een goede knop gebruiken. Boom. En ik kan hier 7. Ho. Oh. Daar zit een life piece. Die willen wij zeker hebben. Kijk, 2 extra levens. Nice. Zeven we weer. Heel fijn. Kijk, nu moeten we die doen, maar daar halen we hier er net nog eentje van over. Saved. Oh, oh, oh. Oké, ik leef nog. Auw. Oké, goed dat ik gesaved heb. Wat zie je? Deze aflevering duurt al weer even. Leren we hier misschien zo om onder water? Nee, dat zal wel niet. Kut. You gained an ability point. Nice. Ik heb gesaved. Oh, dan kan ik je ability point even gebruiken. Oh, deze is top. Die gaan we doen. Oh, ik kwam tegen gehit.
Laten we hier de aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je graag bij de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.